Yo, kijkers van ShadowGames23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met. Uh, ja, wie is dit eigenlijk? Uh, dit is. Dit is. Dit is Harvey En jongens, welkom bij een nieuwe SurferTour. En jongens, mijn excuus dat ik de afgelopen. Ja, wat was het? Weken. Geen SurferTour heb gedaan. Uh, I am really, really sorry. Maar jongens, vandaag ga ik 5 mensen op de whitelist zetten. Ik heb mijn uh, laatste SurferTour hier uh, naast mij staan. Dan ga ik gewoon wat random mensen uitpakken. Ik heb er al uh, één. Dus uh, de eerste, gelukkig. Slash whitelist at Boom, Daan Games, jij staat op de whitelist Goed, dan gaan we nou even verder Met het hele whitelist gebeuren Dus is nog vier mensen, slash whitelist Dat schrijf je niet zo Slash Whitelist at. oké okay, dan gaan we eens even Kijken, Pam, um... pam, pam, pam Ja, sorry je mag er ook op nu sure. Eens dus even zien, zo en BAM, Martijn, Matthijs mag erop. En dan doen we gewoon even dit zo. En dan. Zo, dan gaat het sneller. Even kijken. Da -da 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 -da. Hmm. Ja, eens dus even kijken. Oh, wacht even. Nou, jij mag er ook op. Even kijken zo. Just Thomas. BAM. Even kijken, dan heb ik de drie opgezet. Volgens mij. Ja. Nou moet ik er nog eventjes een op. Je, eh, dan moet ik er nog twee op luren, volgens mij. Even kijken. jij ja, mag er ook op. Yo, zo. Zo. En dan nog één. En als ik er één te veel doe, dan doe ik er één te veel. Even kijken. Um... Zo, gaan we eens even kijken. Holy shit. Um... Ja. Uh, Oké, okay, hier. Zo, en de laatste gelukkige is... Wouter King. Zo, nou, holy shit. Dat zijn veel mensen. Is even kijken, jongens. Het zal wel wat langere server te worden vandaag, maar... Um, uh, ja, ik ga het vandaag... Ja, uh, een beetje hier met jullie over hebben. Over uh, hoe de Shadow World server verder gaat, eigenlijk. Is even kijken. Nou, als eerste, we zijn hier op dit moment bij de haven. En, um, ja, jongens. Ik wil even één ding vertellen. Zoals dit... Dit mag niet. Je moet binnen je plot blijven. Je mag dit mag je niet weghalen. Het is niet geprotect. Daar zijn we nog allemaal mee bezig. Maar er was laatst een bug met een protect ding. Dus we hebben nog heel veel opnieuw moeten protecten. We hebben de nieuwe pluggen moeten installeren. Dus het was allemaal enorm uh, lastig. Ja, high, vi, En um, uh, ja, we zijn dus wel bezig om zoveel mogelijk te gaan protecten. Maar het is nog lang niet die klaar. Maar jongens, bouw gewoon binnen je plot. En ga ook niet ondergronds buiten je plot bouwen. Want dat, dat mag ook niet. Dus uh, ja, ik heb er wel allemaal signs bij geplaatst en zo. En uh, ja, jongens, als jullie ergens willen bouwen, uh, kunnen jullie het gewoon in mijn Twitter zetten. Ja, gewoon via Twitter, at shadowgames23. En dan, ja, dan, dan geef ik de antwoord op. Kijk, dit mag, alleen dit zie ik minder snel. Doe het gewoon via Twitter. Trouwens, jongens, als je mij een, uh, een berichtje stuurt van mag ik op je server via Skype, Twitter... Of uh, uh, ja, YouTube, uh, personal messages of onder een andere video dan een server tour. Maak je nooit meer kans om op de server te mogen. Want ik wil het niet hebben. Ik word de laatste tijd helemaal gek van dat het uh, overal en nergens onder staat. Dus um, ik wil het niet meer hebben. Mensen die het hebben gedaan, maak je niet druk. Dit is jullie laatste waarschuwing. Als jullie het nog een keer doen, ja, maak je nooit meer kans om op de server te komen. Kom je op een blacklist? Want uh, laat gewoon in één berichtje onder een server tour achter. Lijkt me logisch dat je dat bij de laatste doet. Je Minecraft naam. reden om in de server te komen. En je Skype naam. Een Skype naam is tegenwoordig ook verplicht. Want um, ja, daar was laatst gedonderd met iemand. Dus ja, um, yeah, dat... Ja, uh, yeah. en we hadden zijn Skype niet. Dus ja... Yeah. Dat was erg onhandig. Maar dus, vanaf nu is het verplicht om je Skype altijd in je bericht te zetten. Maak je er meerdere berichtjes van, maak je er ook geen kans meer op. In ieder geval op die video niet. En doe je dat uh, vaker, dan maak je uh, helemaal geen kans meer. Ik wil het gewoon goed geordend houden hier. Want ik word er helemaal simpel van. Maar goed, we zijn hier dus bij de haven. Ik heb de achtbaan werkend gekregen. En wat gaat Harvino nou weer doen dan? Nou, het zal wel... Ik heb de achtbaan werkend gekregen. Best wel genius eigenlijk. Even zien. Uh, zo, en wat je gewoon doet is je gaat gewoon hier in de minecart zitten. Je moet voorlopig nog even je eigen minecart meenemen. Nou, dan druk je op deze knop. En dan ga je hier zo langs. En uh, dan ga je naar boven. En het werkt allemaal uh, erg handig. Want uh, ik heb alleen hier nog uh, power rails. Want anders kwam je dit, dit niet op hier. Dus dit had je gewoon nodig. Maar verder werkt het allemaal en zo. Het is nog niet echt een hele grote achtbaan, maar het is ook niet bedoeld dat hij echt helemaal gigantisch is. En als Harry er naar voren gaat staan, dan wordt hij geïnstaband. Ge ge nee, een grapje. Even kijken. Maar probeer ook altijd gewoon respect te hebben voor je medespelers. Staat het daar ook heel toevallig. Nee, maar even kijken. Um, nou, dat was dus de achtbaan. Die is nou uh, volledig operationeel. Maar neem voorlopig nog wel even je eigen minecards mee. Uh, dit is nog niet klaar, het moet nog geregeld worden. Ehm. Um... De plots waar jullie voorlopig in mogen bouwen is ja, dit hier. Hier mogen jullie voorlopig gewoon inbouwen. Gaan dus niet er buiten bouwen. Dan heb je een heel groot probleem. Deze grote plots. Die moeten we nog even kijken waar we ermee gaan doen. We willen zelf ook nog het in en ander hier gaan bouwen. Zo'n markkraapjes en dat soort merk. Dan gaan we nou even naar de warp. e duras, e duras. Want daar is ook wat nieuws veranderd. Slash warp. Wat voor warps hebben we dan allemaal? Blaze. Oh, era Slash Warp Erabor. Oké, okay, zo. Warping to Erabor. Even kijken, nou, we zijn hier bij Erabor En dit is het dorpje van, uh, van Joran. Dus jongens, als je in dit dorpje wilt wonen, neem contact op met Joran. Uh, geen idee hoe. Uh, ik denk, nou, ze die gewoon ergens een bordje niet ofzo. Weet ik het? Of uh, op Skype, Joram Forever, die volgens mij. Weet ik veel. Maar uh, het zal wel. Die krijgt hij waarschijnlijk allemaal duizenden mensen op Skype. Jum! Nee, maar goed. Je mag hier dus niet zomaar gaan bouwen zonder zijn toestemming. Want anders dan word je geband. Want. Ja, we hebben niet voor niks dorpjes en alles. Uh, ik ga jullie zometeen dat allemaal laten zien. Maar jongens, ga alsjeblieft ook niet mijnen in de area van iemand anders of van een dorp. Want wees even eerlijk, dat hebben de bezoekers van dit dorp, of de bewoners van dit dorp, die hebben nergens meer om te mijnen. Want uh, Joran had er enorm veel last van dat mensen allemaal in zijn mijn uh, gingen mijnen. Dus ja, mag niet meer, want uh, ja, uh, ze hebben zo wat geen loot meer over hier zo. Eens even kijken naar nou, dit is dus de, 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 de strepmartje die nog wat in nee, is, allemaal geplunderd natuurlijk. Dit is het huisje van Joran, uh, Meer Joran Forever's Home. Oké, okay, zo allemaal heel cozy, gezellig, een beetje claustrofobisch, maar uh, het zal allemaal wel. Even kijken zo, Ta -ta -ta -ta. oké okay, prima. En dan, dan hebben we hier nog een pad. Holy shit. Speed Gonzalez. Ja, uh, yeah, dit pad dat gaat naar de mijn van Erebor, volgens mij. I don't know. Ja, uh, yeah, Erebor Mines. Uh, ga hier dus ook niet mijnen. En blijf ook gewoon uit de chests van iemand anders. En blijf ook uit deze chests. Want we kunnen zien of jij daarin bent geweest. Ha, 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 Evil power. Nee, maar even kijken. Ik ga nog even naar spawn. Slash spawn. Ik heb uh, niks veranderd aan de... Uh, de witchima, witchima call it. De, uh, dit, 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 dit shopgeval hier. Het enige wat er nog wel bij is, ik weet niet of ik dit jullie al heb laten zien, maar er is nu een zenpool. Dus ja, GG, good game. Um, ja, de shop is niet helemaal klaar nog. Er moeten nog allemaal verkoopsigns geplaatst worden, maar ik heb het enorm druk. Dus ja, trouwens, Jones dit is waarschijnlijk uh, naast Quest voor de End Dragon de laatste video van vandaag. Mijn internet heeft enorm veel En ik probeer het op te lossen. Het is niet te filmen, dus um... Ja, probeer gewoon rustig te blijven. Rustig ademhalen. Nee, maar alsjeblieft jongens, dit hebben we niet. Kan ik dat mijn internet gewoon kut aan het doen is op dit moment. Ik werk ook nog aan een uh, ander ding en, 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 en zo. Dus er komt ook nog wel ergens binnenkort deze week in ieder geval sowieso nog. En, uh, nou, volgens mij op zondag. Ja, op zondag komt de laatste zondagvlog. Want nou, dat zie je dan wel. En uh, er is heel groot nieuws wat echt te maken zou hebben met Shadow Games 23. En met de toekomst. Dus hou alsjeblieft Shadow Games 23 in de gaten voor de komende paar dagen. Um, er worden niet zo heel veel video's meer geüpload. Maar ik ga mijn best doen om alles gefixt te krijgen. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Oh, wat? Of je hier mag bouwen. Um, dat TP we even, want het wordt altijd gewaardeerd. als er nieuwe dingen worden gebouwd. Um, ja. Maar. Maar niets buiten. de heg. Zelfde geld voor. Onder. grond. grond. ja, zal wel. zo, prima. oké, kijk zoals hij doet, is helemaal prima. kijk, als je bijvoorbeeld één blokje hier zo buiten, boven op de stijf tegen, geen probleem. maar. houden hergeel, dus. dit is volgens mij. wie was dit hier had gebouwd, volgens mij, ja. BWW, Bird with Wings. ehm. Je muur moet eruit. Het spijt me heel erg, maar hier moet weer een ding gebouwd worden. En als dit binnenkort. fuck? Oeh ja, yeah, dit was ook nog iets. Dit, dit is eigenlijk best wel niet goed wat hij doet, maar GG Good Game Melon House, why not? Uh, dit is de Melon Squasher by uh, Tim. Dus, um, of de Melon Breaks, is, ik noem de Melon Squasher. Je pakt die melons. Eén iemand mag uh, uh, ja, gewoon één stekje melons pakken. Zet je hier tegenaan en dan breekt hij instant melons. Dus dat is echt super handig en zo. Dus dat uh, is nice. Maar um, ja, pak gewoon één stack per persoon. En wat de fuck is dit nou? We hebben sauce. Hallo, lag. Ja, dankjewel. Even kijken. Zo. Ik zal hem even wat voedsel gaan geven. Oh, wat een episch huis. Het is gewoon helemaal episch en zo. Hier. Meloen. Nom, 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 nom. Maar um, jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Wil je ook in deze server? Moet je je Minecraft-naam achterlaten. Je Skype-naam. En een. Reden waarom je in deze server zou moeten? Hieronder in de reactie. En als die goed genoeg is, maak je kans om de volgende keer in de server te komen. Vanaf uh, nu gaat het gewoon uh, met weer één iemand per persoon. En als ik het volgende week vergeet, ja, dan moeten we de week daarop twee mensen in de fighten. Hè. En uh, zo gaat het door. Maar dus, jongens, één berichtje. Doe je het vaker, dan maak je sowieso geen kans meer. Doe je het echt heel vaak, maak je nooit meer kans. Dus ja, GG. Hou je aan de regels. En dan uh, zeg ik nu: later mensen.